Ja, again. Lonely paardentrein. Vandaag is de opening van de tentoonstelling van Johannes Hus. Wij organiseren deze tentoonstelling ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze stedenband met Loni. We zijn erg blij dat de ambassadeur van Tsjechië, mevrouw Reine Sova, dat hij hier aanwezig is om de tentoonstelling te openen. Het is ook heel bijzonder dat er een groepje mensen uit Loni naar Barend is gekomen om aanwezig te zijn bij de opening van de tentoonstelling. Dat is burgemeester Radovan Sabata, de predikante van de Hussitische Kerk, mevrouw Smolova, en de heer Hons, lid van de kerk, lid van de gemeente. Thank you very much. Thank you. Arie Kooijman, voorzitter van de stichting Stedenband Barendrecht-Loni. We zitten hier bij jou thuis om te praten over 25 jaar Stedenband. Arie, hoe is het allemaal begonnen? Het is begonnen in 1988. In Barendrecht waren er toen een aantal mensen die zeiden van god, wij horen heel veel informatie over Oost- en Midden-Europa, maar het fijne weten we er eigenlijk niet van. En toen zijn we op het idee gekomen om een week lang een tentoonstelling in Barendrecht te houden. Om daar iets meer over te vertellen aan de mensen uit Barendrecht. Van waar die belangstelling in het oostblokgedeelte van Europa? Nou, je moet je voorstellen dat was in de tijd van de kruisraketten en de Koude Oorlog. En mensen die wilden daar wel veranderingen in brengen, voelden zich onmachtig. En dachten, god, nou laten we in ieder geval hier in Barendrecht daar eens aandacht aan besteden. En dat kwam voort uit de vredesbeweging van de kerken en allerlei andere groepen die daar ook in geïnteresseerd waren. Want we spreken dan over 1988, toen was het nog Tsjechoslowakije. Ja. Later is dat uiteindelijk Tsjechië geworden in 1993. Mm-hmm. Mm-hmm. De stedenband, want de stedenband zoals je nu bestaat, de stichting bestaat dus nu 25 jaar in 1990. Maar wat is daar aan vooraf gegaan om uiteindelijk zover te komen dat het een stichting werd? Nou, de eerste stap was in ieder geval die tentoonstelling. Na die tentoonstelling, of het eind van die week, waren de mensen erg enthousiast en die zeiden we moeten het hier niet bij laten. Toen is er een werkgroep gevormd om te kijken wat de vervolgstappen waren, konden zijn. En een van de dingen die naar boven kwam was, kunnen wij geen stedenband vormen met een gemeente in het midden of oosten van Europa. Tsjechoslowakije was toen nog niet in beeld. En nou, daar hebben we toen, zijn we in gaan bewegen. En een van de dingen die we gedaan hebben is met de gemeente in gesprek. Of die bereid waren met ons samen te werken. En we hadden de gemeente sowieso nodig. Omdat wilden we naar achter het ijzeren gordijn kunnen reizen, we stempels nodig hadden voor visa en dat soort dingen. Nou, vandaar dat het ook onderdeel is geweest van gesprek in de Barendrechtse gemeenteraad. Daar kregen we geen akkoord. En toen heeft de stichting of de werkgroep besloten, nou weet je wat, we gaan er een eigen stichting van maken. Dan kunnen we ook gewoon zelfstandig optreden om op die manier naar het oosten van Europa te kunnen gaan. Oosten van Europa, uiteindelijk terechtgekomen in Loni. Ja. Hoe is dat gekomen dat Loni uiteindelijk dan het plaatsje werd, de stad, waar uiteindelijk de stedenband mee en door ontstaan is? Ja. We wilden naar een land wat in 24 uur of in een dagtijd te bereizen zou zijn. Waar een behoorlijk aantal mensen Engels of Duits zouden spreken. En waar, ja, laten we zeggen, de druk vanuit het communistische regime nog gevoeld werd. Nou, toen viel de keuze op Tsjechoslowakije. We hebben dat kenbaar gemaakt in allerlei bladen van mensen hier die in Nederland woonden. Tsjechen die gevlucht waren.
En op een gegeven ogenblik in 1990 kwam er iemand, een inwoner van Loni, die lid was van een honkbalvereniging, Jaroslav Tjaza, die kwam naar Nederland, ontmoette een vriendin in Rotterdam. Die zei, joh, Tjaza, wat het zou leuk zijn als jij wat vaker kwam. En ik zie hier een mogelijkheid. In Barendrecht willen ze een stedenband met een gemeente in Tsjechoslowakije. Was er een speciaal bezoek? Ja. Was er zo speciaal aan dit bezoek? Ja, toen zijn we met een bus met raadsleden en twee wethouders en ambtenaren en leden van de stichting zijn we naar Loni geweest om daar kennis met elkaar te maken. En dat was heel bijzonder, want de leden van de stichting waren er wel geweest, maar de mensen van de raad nog nooit, dus die waren ook helemaal verbaasd wat ze daar allemaal zagen en hoorden. En dat zijn geweldige dagen geweest. Kijk, hier tekenen we bijvoorbeeld het gastenboek van de gemeente Loni. En hierin staan we in het archief. En dit is de burgemeester van Loni, de heer Volkman. Dat was de eerste. En op deze foto zie je dat er naamborden van Barendrecht overgedragen worden. Ja. En uiteraard wordt er in Tsjechië dan ook een glaasje gedronken. Ja. Dat was een heel mooi bezoek. Ja. Een van de tradities die is ontstaan in die 25 jaar stedenband is de cycletour. Ja, die hebben we nu zo voor de 10e keer heeft die plaatsgevonden. En de eerste keer was het begin van de 90e jaren. En het idee dat kwam van Jozef Sienert. En die zei, die droomde ervan dat we een keertje van Loni naar Barendrecht zouden fietsen in één week. En eerst dachten we die man die. Is niet goed bij zijn hoofd, maar het idee sloeg aan dat we zijn dat gaan uitwerken. En dat heeft er toe geleid dat op een gegeven moment de eerste cycletour plaatsvond. Ja, en bij die cycletour overnachten we vaak in jeugdherbergen. Maar we hebben ook wel overnacht in bijvoorbeeld een scoutinghuis. En de groep, die fietst is elke keer, die wisselt. Het zijn vaak mensen die gewend zijn te fietsen, van Barenpoort of mensen die veel aan hardlopen doen. En opvallend is ook dat er nogal wat bestuurders aan mee hebben gedaan in de afgelopen 10 keer. Wethouders uit Barendrecht, de burgemeester van Loni. Ja, en dat is gewoon heel grappig. Hier zien we dat we hartelijk ontvangen worden door de bevolking van Loni. Bij aankomsten daar en de burgemeester die ontvangt de groep. Ja. Ja. Dovolte mi, abychom zahájili starostní ceremoniál spolu s paní starostkou odstartování cesty do Barendrechtu. One minute! Ja, 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 ja
Arie, jullie wisselen heel veel uit, sport, cultuur, maar wat wisselen jullie nog meer uit? Nou, we proberen ook kennis en ervaringen uit te wisselen. En vooral die onderwerpen waarin ja, de situaties van elkaar verschillen. Nou, één daarvan is praten en kijken wat gebeurt op het gebied van energie. We kijken hier nu naar een filmpje uit de beginjaren, waar toen we op bezoek gingen bij een bruinkoolmijn vlakbij Loni. Dat wordt in dagbouw gedaan, dus dat is gewoon boven de grond. En grote delen van het landschap die worden daar gewoon afgeschraapt om die bruinkool te winnen, om de elektriciteitscentrales te stoken. Nou, dat, ja, als je dat voor de eerste keer ziet, dan ben je danig onder de indruk, want men vertelde ook dat het plaatsje wat daar was, dat het gewoon met de grond gelijk is gemaakt om vervolgens die bruinkool te kunnen winnen. Nou, wat we ook ontdekten later is dat wie gebruikt er nou de meeste energie? Zijn wij dat in Nederland of zijn de mensen dat in Tsjechië? En wat bleek, dat de mensen in Nederland eigenlijk meer energie gebruiken, omdat wij vaker op vakantie gaan, wat benzine kost of vliegtuig kosten. Nou, dat zijn dan interessante verschillen die we met elkaar bespreken. Arie, we hebben hier een voorbeeld van een culturele uitwisseling. Vertel er iets over. Ja, we kijken nu naar een foto van het mannenkoor De Verenigde Zangers. En die zijn in 2002 met twee bussen, samen met hun leden, met hun dames, zijn ze een week in Tsjechië geweest. Hebben gezongen in de Sint-Nicolaaskerk in Loni en in een kerk in Praag. En hebben daar ook een kleiner concert gegeven in het verzorgingstehuis in Loni. En dat sprak ze zo aan dat ze zeiden, wij willen iets voor deze mensen doen. En nou, dat had tot gevolg dat in 2003 een benefietconcert is georganiseerd in de Bethelkerk hier in Barendrecht. En dat de opbrengst van dat concert is beschikbaar gesteld voor de mensen van het verzorgingstehuis. En die hebben met dat geld een prachtige vakantieweek gehad. Goedemiddag, ik ben burgemeester Stad Loni. Ik spreek een klein beetje Nederlands, but I will speak English. I think it's better for everybody. Welcome to our town. So maybe it's time for little gifts. I have here big bags, two big bags for your teachers, and then small bags for the students. So, I wish you a nice day, Loni. Thank you very much. Have a nice time here. Thank you very much. I wish you a nice day here. Okay. Forse beklimming van de kerk, Nicolaaskerk in Loni. Is dit het resultaat van onze inspanningen? Een prachtig uitzicht over de heuvels van Loni. Het is hier behoorlijk smal en iedereen is aardig buiten adem, maar het was wel de moeite waard. Het pleintje. Ondertussen is Celeste de kerk aan het slopen. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Velká je zem, šplouchá na ní voda. Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. In the Måneskin, in the Måneskin, bijna bij elk bezoek gaan we naar het huis voor mensen met een verstandelijke beperking in Loni. En nou, op een gegeven ogenblik hebben we een bezoek voor hen georganiseerd in Barendrecht. Zijn ze een week hier geweest. Dat was fantastisch. En nou, we zijn ontvangen in het gemeentehuis door de toenmalige wethouder mevrouw Van Deursen. We zijn naar Op Maat geweest in Rotterdam, waar mensen hebben ze samen met mensen uit Rotterdam een toneelstuk opgevoerd. Hier in Barendrecht hebben we met mensen van een sportclub hebben we sportactiviteiten gedaan. En ja, een van de hoogtepunten was ook het zeilen met plons op de Kralingse Plas. Nou, dat was iets wat de mensen nog nooit meegemaakt hadden. En ja, de hele week was één groot feest.
En ja, een ervaring voor de mensen uit Loni, denk ik, die ze nooit zullen vergeten. En ook ik kijk daar met heel veel plezier nog steeds op terug. Gek doen! Hendrik, nog een keer! Hendrik, Dank u wel, dank u wel, dank u wel, dank u wel.